Leni Tieber, actief bij Amnesty International om brieven te schrijven. Er is nu weer een nieuwe actie. Hoe gaat het? Het loopt eigenlijk heel goed. We hebben een actie omdat het 10 december is morgen en dat is de dag van de rechten van de mens. En daar vragen we aandacht voor verschillende casussen. We hebben nu 10 mensen en organisaties waar we brieven voor schrijven vandaag en kaarten versturen. Het lijkt nogal simpel, een brief schrijven en een kaartje sturen. Maar wat is het idee erachter? Het idee erachter is dat we gezamenlijk wat doen. Eén brief maakt niet zoveel uit, maar als er bij een organisatie of bij een regering hele stapels brieven binnenkomen of heel veel mailtjes, handtekeningenlijsten vol, dat maakt dan indruk. En dat zorgt er vaak voor dat ze de situatie voor de activisten verbeteren, dat mensen vrijkomen of een betere behandeling krijgen of dat wetten worden aangepast. Het lukt niet altijd, maar we krijgen regelmatig goed bericht. Dus. Ja, je zei het al een beetje waar de brieven en kaarten naartoe gaan. Kan je het nog wat duidelijker vertellen? Voor wie zijn de brieven en kaarten? Ja. We hebben één actie, die is voor Shahelia Jackson, is in Amerika. En zij komt op voor haar broer. Die is vermoord door politieagenten. Ze hebben hem verdacht van een overval, terwijl hij eigenlijk niks gedaan had. Hij was gewoon aan het werk in een restaurant op dat moment. En zij komt op dat de schuldigen van haar broers executie veroordeeld worden. En Amnesty steunt dus die actie daarmee. Dat is best wel heftig, denk ik, als je daar een brief naar gaat schrijven. Ja, ja. Maar je steunt wel haar actie en de mensen die daarvoor vechten, die voelen zich ook gesteund als meerdere mensen daarin meedelen. Ja, want de brief die gaat dan naar haar toe en het effect is dat je gesteund voelt. Ja, de brieven gaan ook vaak naar regeringen. Dat we weten van deze situatie bijvoorbeeld en dat we de regering erop aanspreken van goh, we hebben van deze situatie gehoord. We roepen de regering op om die schuldigen te bestraffen. En dat gebeurt dan vaak ook, hè, zei je al? Ja, ja. Dat is toch wel mooi werk eigenlijk dan wat je doet. Ja, ja, ja. Het is heel divers. We hebben ook, komen ook voor activisten die bijvoorbeeld tegen bomenkap zijn en daarvoor vastzitten. Er is iemand die heeft op Facebook een bericht geplaatst tegen de regering en is daarvoor vastgezet. Dus die kwam eigenlijk alleen maar op voor zijn mening. We hebben een Chinese mevrouw, Ni Yulan. En zij is uit haar huis gezet omdat de regering daar wilde bouwen. Dus zij heeft nu een vereniging waar ze opkomen voor mensen die uit hun huis gezet worden. En daar worden mensen dus voor vastgezet of opgejaagd. Ja. Dus zijn jullie vanochtend bijeen om brieven te schrijven, kaarten te schrijven. De actie loopt goed, maar doen jullie dit vaak? We doen wel eens vaker acties, maar we staan bijvoorbeeld ook op een kerstmarkt om spullen van Amnesty te verkopen, om zo geld voor het goede doel te verzamelen. We verzamelen regelmatig handtekeningen. Dan hebben we lijsten en hoe meer handtekeningen we dan verzamelen, hoe meer indruk dat maakt op een regering om iets aan de situatie te doen. En dat zijn acties die we vaker door het jaar heen doen. Ja. Waarom doe jij dit werk? Omdat ik het belangrijk vind dat die mensen gesteund worden en dat het onrecht in de wereld aangepakt wordt. En het blijft helaas nodig. En zelf ben ik het vanuit mijn jeugd meegekregen. Mijn vader was ook altijd actief voor Amnesty, dus ik ben dat eigenlijk opgevolgd. Maar gewoon de gevallen die ik langs zie komen en ook opkomen voor rechtenverbetering in landen, vind ik belangrijk.